We staan in Schonebeek, waar 40 woningen hebben gerenoveerd. Isolerende maatregelen hebben we aangebracht rondom de woning. En naast de isolerende maatregelen zijn we bezig met een douche, toilet en een keukenrenovatie. Dit is een renovatieproject. Daar zijn we van label F naar A gebracht. En dan hebben we in 9 weken tijd, in 45 werkdagen, hebben wij 40 woningen gereed gemaakt. Hier achter mij hebben we de woning in de oude situatie. En aan deze kant hebben we de woning in de nieuwe situatie. We hebben voor en achter zijn nieuwe puien ingekomen. Nieuwe voordeur, nieuwe achterdeur, nieuwe zijgevel en nieuw dak. De kruipruimte is voorzien van isolatie. Tevens is er een nieuwe badkamer en een nieuw toilet ingekomen. Dus de mensen die krijgen een hoop comfort voor terug. De grootste verandering aan deze woning is toch wel het aanbrengen van de nieuwe buitenschil. De buitenschil is een houtconstructie gevuld met isolatie. En daaroverheen dan de steenstrip. De elementen worden gemaakt uit de fabriek, wordt geprefabriceerd. Om 7:30 komt de trailer en dan zijn de materialen ter beschikking voor de montageploeg. En zo wordt op het einde van de dag de woning waterdicht gemaakt. Dus binnen 5 dagen is deze woning voorzien van een nieuwe buitenschil. De werkzaamheden aan de buitenschil die duren 5 dagen. De eerste dag worden er voorbereidende werkzaamheden verricht door de montageploeg. Dat is met name dus versterkende van de verdering. Er komt toch een gewichtstoename door het buitenschil, waardoor de verdering versterkt moet worden. Dat is een dagdeel. Tweede dagdeel wordt buitenom worden wat ondersteunende maatregelen genomen om dus de elementen te kunnen dragen. Na de tweede dag komen de elementen aan, geprefabriceerd vanuit de fabriek. Worden gemonteerd ter plaatse. Dat begint dan met de begane grond, kopgevel. De voor- en achtergevel bestaat uit 3 elementen. En dan bestaat het dak uit 6 elementen. En zo is op het einde van de dag eigenlijk de woning weer waterdicht. De derde en de vierde dag volgt de afwerking. Dus met name de pannen, de lekdorpels, de kozijnen, het glas zetten. Eigenlijk de raamboompjes plaatsen en dergelijke, de verdere afwerking. De vijfde dag worden de lekdorpels verder geplaatst en wat kitwerk verricht. Nou, en dan is eigenlijk in de loop van de middag eigenlijk de woning alweer gereed en zal de opzichter de woning opleveren. Een mooi project. Het wordt mooi, energiebesparend en de buurt wordt er mooier van, sowieso. Het is voldoende geïsoleerd. Er is wel een nieuwe MV aangesloten. Dat is ook een verbetering van de woning, mechanische ventilatie. Maar, en de zonnecollectoren zijn er ook op gekomen. Maar misschien had het nog een stapje verder kunnen, op een nog een hoger niveau. Ja, dan kom je misschien met huursverhoging en dat soort dingen. Het is de beste oplossing voor de bewoner. Hier zien we één element wat dan geplaatst is. En dat geeft dan ook wel even de dikte aan van het element, zeg maar 27 centimeter, komt er rondom de woning. De woning is dan voorzien van een houtconstructie, voorzien van isolatie. Daarop een wat stijvere isolatiemateriaal en voorzien van steenstrip, wat in het werk wordt afgevoegd tot een nieuwe gevel. We hebben gedacht met deze aanbestedingsvorm om het installatiecomponent kleiner te laten. Nou, dat is nu wel bewezen dat deze aannemer kan bouwkundig van label EF naar label A de woning opwaarderen. Waarbij eigenlijk de enige installatiecomponent is dat de VR-ketel vervangen wordt door een HR-ketel. En dat is dus zelfs nog ruimte voor innovatie en dat wordt een installatie technisch, maar dat is minimaal. De belangrijkste tip denk ik voor de woningstichtingen om het in deze vorm uit te voeren is dus vooraf het budget vaststellen. En middels een selectieleidraad je randvoorwaarden scheppen aan de aannemer, waarin de aannemer dan de vrijheid krijgt, zeg maar, om de invulling in te geven. Nou, dan krijg je dit resultaat zoals op dit project, waar eigenlijk de klant, onze klant, de huurder, bij gebaat is.